Zowel het Franse als het Engelse kastanjehout leveren wij op rol in 5 meter. Let even goed op de latafstand. Deze hebben wij in 4-5 centimeter en ook in iets ruimer 6-7 centimeter. Kastanjehout is een hele taaie houtsoort. Onbehandeld gaat het heel lang mee. Je kan een hele stoere erfafscheiding van maken. En het is heel simpel te monteren door middel van wat vierkante of ronde paaltjes slaan om de circa 1,5 meter en monteren met krammen. Het Franse kastanje is vaak wat rechter en wat meer gepunt. Engelse kastanje is iets grilliger van vorm. Deze kastanjehekken, ook wel schapenhekken genoemd, kan je monteren aan vierkante palen, bijvoorbeeld deze geïmpregneerd. Hardhout vierkant is ook mogelijk. Of kastanjehout in het rond. Nou, kastanjehout kan onbehandeld heel goed buiten gebruikt worden. Het heeft een lange levensduur. Het is een verantwoord materiaal. Het wordt niet verder behandeld. Je ziet hier dat we een heel mooi laag tuinhek van de kastanjehout hebben gemaakt. En ik laat nu zien hoe je eenvoudig met krammen het hek monteert aan palen onder 1,5 meter.